In Windows 8 zijn uitgebreid de apps geïntroduceerd. In dit filmpje laat ik zien welke instellingen er zijn voor apps bij delen en meldingen. Ik open weer de instellingen met de Windows-toets en de i. Via PC-instellingen wijzigen, open ik Zoeken en apps. Ik laat eerst de mogelijkheden zien over het delen van apps. Als je een item deelt, kun je aangeven met welke app je het wilt delen. Ik laat het hier zien bij de agenda. Aan de rechterkant is deze nu in beeld. Ik selecteer de inhoud van een agenda-item. Ik open de charm delen met de Windows-toets en de H. Je ziet deze charm rechts in beeld. Je ziet een aantal apps waarmee je kunt delen. De door mij meest gebruikte apps staan boven in de applijst. Bij de deelopties kun je dit eventueel uitschakelen. De volgende optie is een lijst weergeven met de items die ik het vaakst deel. Hier worden bijvoorbeeld ook e-mailadressen bedoeld. Als je vaak items met dezelfde persoon deelt, vind je het e-mailadres van die persoon bovenaan. Hier kun je dit eventueel uitschakelen. Daaronder kun je aangeven hoeveel apps er maximaal worden getoond waarmee je kunt delen. En je kunt die lijst eventueel wissen. Daaronder staan de apps die je kunt gebruiken om te delen. Deze kun je per app uitschakelen. Ik sluit de agenda. Het volgende onderdeel betreft meldingen van apps. Hier geef je aan of je wel meldingen van apps wilt ontvangen. Wil je die meldingen al op het vergrendelingsscherm zien, dan moet dit zijn ingeschakeld. Er kan een meldingsgeluid bij. En als het scherm is uitgeschakeld, dan wordt het bij deze instelling automatisch ingeschakeld als er een melding van een app komt. Als je ook 's nachts je computer hebt ingeschakeld en je dan geen prijs stelt op meldingen, kun je een stiltetijd instellen. Dat kan uiteraard elk tijdstip van de dag zijn. Als je ook geen oproepen wilt, dan zet je dit hier uit. Tot slot kun je per app aangeven of je meldingen wilt ontvangen. Tot zover dit overzicht over delen en meldingen van apps.